Heb je een tropenjaar gehad hier? Nou ja, wat is een tropenjaar? Ik bedoel, het is niet een makkelijk jaar geweest en zo. Maar als je een tropenjaar, dan moet je dat vergelijken met andere mensen. En niet iedereen heeft het zo makkelijk. En ik heb dit jaar ook niet gemakkelijk gehad. Dat had ik ook niet verwacht eigenlijk. Het is, de groep is niet gemakkelijk. Dat is ook geen geheim. Maar het is ook niet zo dat dat nou zo geweldig nadeliger gewerkt zou hebben. Ik denk dat wij misschien qua materiaal het minste hebben. We hebben natuurlijk wel goede spelers en we hebben een redelijk goede ploeg. Maar als je gaat kijken bij de concurrenten, er loopt natuurlijk heel wat rond. En daarom denk ik is het alleen maar geiniger als je het eventueel zou worden. Dan hebben die gasten dat denk ik ook wel dik verdiend. Is dit een kampioenschap, als er dat inderdaad gaat komen, wat op mentaliteit gewonnen wordt? Ja, maar je kan niet een heel seizoen op mentaliteit spelen. Kijk, er zit ook de nodige kwaliteiten in. Ik heb het in het begin gezegd, wij moeten zorgen dat we steeds beter gaan spelen en daardoor 5 mensen bij het Nederlands elftal krijgen. Nou, op een gegeven moment zaten er 4 bij. Nou, ik denk dat we de 5 of 6 kandidaten hebben. Nou, dan kan je niet zeggen van dat het alleen maar werkers zijn. Is dat de norm voor je, spelers bij het Nederlands elftal? Nou, dat is natuurlijk leuk voor die spelers. En dat is alleen maar leuk voor de club. Want dan krijgen ze, de club krijgt er veel meer uitstraling. In plaats van dat er op een gegeven moment zat, dacht ik, geen één meer bij. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk gek als je bij een club als Feyenoord zit. Wordt sfeer gecreëerd door goede resultaten? Of haal je goede resultaten door goede sfeer in je ploeg te hebben? Ja, dat is altijd de vraag van het kip en het ei. En dat zal ook altijd zo blijven. Ook, dat heeft met elkaar te maken, goede resultaten. Zijn sfeer bevorderend, dat is duidelijk. En slechte resultaten. Het kan soms ook wel zo zijn dat als het niet goed met een ploeg gaat, dat dan de binding eigenlijk even wat groter zou worden. Dat soort momenten hebben we eigenlijk ook wel wat gehad. Hè. Dat is even, het gaat wat slechter en wat dichter bij elkaar. En dan herstel je weer. Maar daarna zijn we toch ook weer momenten geweest waar we weer terug zijn gevallen. Ik denk niet dat sfeer alleen belangrijk is. Want dan zou je een groot gedeelte van de havenzangers op kunnen stellen. Die zorgen altijd wel voor sfeer. Maar kijk, ze hebben gewoon wat kwaliteiten. Nou, we hebben iets anders willen spelen als het vorig jaar. Vorig jaar is er een stap gezet in de goede richting. Nou, dat probeer je dan gewoon met z'n tweeën uit te bouwen met die jongens samen. Wordt PSV kampioen, Romario? Hoop ik wel, maar de situatie is wel duidelijk. Wij moeten winnen en Feyenoord moet een punt verliezen. Dus het is wel moeilijk. Je zegt ik hoop van wel. Hoop je het echt? Ja, of maakt het je niets uit? Nee, ik hoop het wel. Ik wil kampioen worden. Jij wil afscheid nemen met de kampioenschap? Tuurlijk. Nee, dit wordt gewoon het kampioenschap van Feyenoord en Willem van Hanegem is een onderdeel van Feyenoord. Dus het is automatisch ook zijn kampioenschap. Maar net zo goed ook de mijne en ook net zo goed als die van het bestuur, want het is gewoon van heel de club. Zou je trainer van Feyenoord willen zijn? Ja, maar ik bedoel, ik zit bij de beste club van Nederland. Waarom zou ik anders willen? Het lijkt mij niet een promotie om van PSV naar Feyenoord te gaan. Zou je trainer van PSV willen zijn? Wat doe je nu? Ja. Dan staat hij er hetzelfde voor als dat wij ervoor staan, denk ik nu. Morgen op de markt hier, op het stadhuis? Of niet? Wat mij betreft wel. Uiteraard. Nou is dit een competitie met een erg raar verloop. Het kan nog gekker worden morgen natuurlijk. Want iedereen verwacht een kampioenschap van Feyenoord. Nou, ik heb zelf een aantal kampioenschappen meegemaakt. Gelukkig. En ik weet dat men bij Feyenoord in een euforie leeft. En dan gaat het op zo'n laatste wedstrijddag niet meer fout. Dat weet ik uit ervaring. En je hoopt natuurlijk altijd op hele kleine wondertjes. Maar ik schat hem niet meer zelf dan 1%. Het klinkt een beetje verslagen. Ja, maar misschien dat het ook logisch is dat ik me een beetje verslagen voel.
Het zou een hele slechte zaak zijn als ik hier opgelucht en plezierig en weet ik wat zou staan te praten. Want ik voel me inderdaad verslagen, ja. En voor de rest denk ik dat het daarom goed zou zijn, omdat we het in mijn ogen niet verdiend hebben. Als je kijkt naar de laatste 5 maanden, dat Feyenoord kampioen wordt. Morgen toch meer naar de Coolsingel? Als je spelers zou zijn, lijkt het me dat het meer dan voldoende is. Kijk, er zijn toch altijd een heleboel mensen waarvan je denkt van ja, hoe is het mogelijk dat die er zijn? Die zie je dan ineens allemaal weer opkomen draven en dat vind ik dan nooit zo, daar voel ik me nooit zo happy bij. En ik moet me happy voelen om daar tussen te staan. Op de hand, kameraden, op de hand, voor Feyenoord 1, geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1, op de hand, kameraden, op de hand.